De overwinning van Trump is een oorlogsverklaring aan de neoliberale orde, getekend door 58 miljoen Amerikanen. We hebben na de oorlog twee grote bewegingen gehad van ongeveer 30 jaar. Je zou kunnen zeggen tot 1980 de beweging van opbouw van de verzorgingsstaat, grote rol van de overheid, arbeid aan de macht. Dat is eigenlijk in de loop van de jaren 70 gekeerd. En toen hebben we de overgang gezien naar de neoliberale orde, verkiezingen van Thatcher en Reagan. En dat werd gekenmerkt door marktwerking, vrije beweging van arbeid en kapitaal. En ja, dat is uiteindelijk net zo vastgelopen als die eerste orde in de jaren 70 deed. Heeft de jaren 80 bepaalde specifieke kenmerken of nadelen gehad? Nou, wat je zag was natuurlijk dat marktwerking was goed aanvankelijk. Maar in de loop der tijden zie je de uitwas ontstaan. Dat zijn zaken als de verrijking aan de top, het achterblijven van de gewone werknemers. Dus grote inkomensverschillen. Je ziet een enorme concentratie ontstaan in bedrijfstakken. In sommige bedrijfstakken heb je wereldwijd nog maar 3 of 4 grote spelers, soms zelfs minder. En het derde wat je ziet is dat de positie van arbeid enorm verslechtert. Dat komt door immigratie, dat komt door wetgeving, de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dus arbeid is de grote verliezer van deze beweging. Hoe past Trump in dit plaatje? Nou, Trump betekent eigenlijk een oorlogsverklaring aan de neoliberale orde. En Trump wil Amerika weer groot maken. Ja, weer groot maken. Dus hij wil terug eigenlijk naar de jaren 70. Toen er nog banen waren in de industrie. Die zijn allemaal verloren gegaan. Toen Amerika nog het zelf voor het zeggen had. Dus eigenlijk, als je zijn uitlatingen bekijkt, dan wil hij net als zoveel andere populisten weer terug naar die gezellige jaren 70 daarvoor. Maar is het een beweging die groots is, die wereldmondiaal, zeg maar, een beweging een andere kant op zal gaan? Kijk, je ziet het neoliberale model liep op zijn laatste benen. Het is aan zijn grenzen gekomen. Er zit geen verbetering in. Het is gepaard gegaan met hele lage economische groei. En wat je sinds een aantal jaren ziet, is een soort tegenbeweging, tegenkrachten. Er komt meer verzet van aandeelhouders tegen die beloningspakketten. Je ziet nu ook de handelsverdragen komen ter discussie, hè, TIP, CETA. Dus je kunt ook voorspellen dat dit een tijd wordt met naar binnen gekeerde economieën. Einde van de grote groei van de wereldhandel. Je zult ook gaan zien, denk ik, dat arbeid weer terug gaat vechten om weer terrein te proberen herwinnen. In feite is Trump, en trouwens geldt ook voor partijen in Nederland, ze zijn economisch soort ouderwets links, zou je kunnen zeggen. Ze willen weer die positie van de werknemer herstellen. En ze zijn dus politiek rechts, maar economisch links. En ik denk dat je dat ook zult gaan zien in het algemeen. Dat we weer een soort beweging terugkrijgen naar wat meer invloed van arbeid. Is dat dan na de economische crisis van 2008 een positieve ontwikkeling? Of denk je van, nou, het gaat dat allemaal wel een beetje minder worden, maar misschien wat gedegener? Nou, het wordt denk ik een conservatieve tijd, hoe dan ook. Hè. Dus laten we zeggen, wat natuurlijk zorgelijk is dat die grote groei van de wereldhandel, die is eigenlijk al nu aan zijn einde gekomen. Dus dat naar binnen gekeerd zijn, ja, dat roept gedachten op over de jaren 30. Dus dat is niet echt per se goed. Ik denk hoe dan ook dat we een periode krijgen van hele lage groei en van een soort herbezinning. En dat moet een soort basis leggen van waaruit je weer opnieuw vooruit kunt gaan. Maar de komende jaren zullen tamelijk rommelig en toch tamelijk onvoorspelbaar worden, omdat je ook niet weet hoe die krachten allemaal gaan uitwerken.